Blue Smooth Café, op een woensdagavond is hier Mike en de Mellotones op bezoek. Mike, welkom jongen. Het heeft even geduurd, maar eindelijk was je dan bij ons. Want wij zenden al een tijdje uit in ons gebied. En jij opereert en woont hier in zeg maar, het Rijk van Nijmegen. Dat klopt. Geboren en getogen in Nijmegen zelfs. Ja, het is eigenlijk belachelijk hè, dat het zo lang heeft moeten duren. Vinden wij eigenlijk ook, maar desalniettemin, de aanleiding is wel heel erg mooi. Want je hebt een nieuwe cd uit. 1 plus 1 is 3, of 101 is 3. Jij draait 19 jaar mee, zei je al in het begin. Ik heb jou heel lang geleden gezien. En wat me toen al opviel was jouw perfecte Amerikaans-Engels ook. En daar kreeg je net ook een commentaar op. Waarom doe je dat eigenlijk? Nou, ik heb eigenlijk maar twee talenten. Die heb ik mezelf aangeleerd. Amerikaans-Engels spreken en gitaar spelen. Daar houden ze wel zo'n beetje mee op. En die twee die combineer ik op het podium. Kijk, toen wij 19 jaar geleden begonnen. Toen was er eigenlijk alleen maar Chicago Blues. Iedereen speelde Chicago Blues. En wij wilden Texas Blues in Nederland introduceren. En toen dachten we, nou, we hebben gewoon de helft gewonnen. Als we net doen alsof we Amerikanen zijn, dan tuint iedereen erin, weet je wel. Dan vinden ze ons eigenlijk al automatisch goed. En als we dan ook nog goed spelen, dan zijn we binnen. Dus het is een beetje begonnen als een gimmick. Maar ja, op een gegeven moment weet ik gewoon niet beter meer. Het hoort er gewoon bij. Mijn hele act is gewoon de rol waarin ik kruip. Het werkt nog steeds in ieder geval. Maar dat geeft, je geeft zelf al aan waar jouw voorkeur dan ligt, een stukje Texas Blues. Maar die Chicago Blues kwam ik toch ook een paar keer heel goed tegen terug. En met heel veel respect naar de oude meesters. Albert King, Freddie King, Albert Collins hoorde ik voorbij komen, Stevie Ray Vaughan. Wie is jouw favoriet? Ja, het is grappig dat je die link noemt met Chicago. Want als je de West Side Chicago stijl bekijkt van Magic Sam en Otis Rush. Dat heeft natuurlijk ontzettend veel overeenkomsten met hoe die Texanen spelen. Dus wat dat betreft hoor ik eerlijk gezegd niet zoveel verschil. Dus met evenveel gemak zou je kunnen zeggen dat we ook Westside Chicago stijl spelen. Dus nou heb ik in ieder geval al twee helden genoemd. Magic Sam en Otis Rush. Maar ja, absoluut ook de Texanen. Jij noemde al Albert Collins, absoluut. Freddie King. Freddie King, grote held voor mij. En natuurlijk heb ik het allemaal via de tweede hand, via de blanke jongens gekregen. Dus de Vaughan broertjes moeten we niet vergeten, Jimmy Vaughan en Stevie Ray Vaughan. Ik denk dat ik nog meer door Jimmy Vaughan ben beïnvloed dan Stevie Ray. En zeker ook Anson Funnenberg. En dat is een naam die kom je niet zo vaak tegen. Want die is een beetje onderschat, maar die is erg goed, vind ik. En ik heb heel stiekem best wel veel van hem gestolen. Nou ja, als je een schatplichtig en iemand bent waar je trots op bent, is helemaal niet verkeerd. De laatste cd, even op dat terug te komen, maar we even een sprongetje maken, maak ik dadelijk weer een sprongetje terug. Als ik het goed gezien heb op cd, heb je alle nummers zelf geschreven? Op één nummer na. Op één nummer na. Dat betekent dat je toch wel een creatief baasje bent. Is er de rest van de band dan ook van belang bij? Of is Mike op zijn zolderkamertje die zich afsluit en zegt van dit gaat het worden jongens, zo gaan we hem opnemen er, in de studio. Bij ons werkt het zo. Ik ben inderdaad componist, tekstdichter, zoals dat zo mooi heet bij de Buma Stemra. Dus ik kom met de muziek en met de tekst aan, zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar mijn wil is geen wet. Ik zit in een band, we zijn een trio. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus het heeft geen zin om mijn wil dan aan de muzikanten op te dringen. Dus we gaan gewoon kijken of mijn benadering werkt. En als die werkt, dan doen we het zo. En als het niet werkt, dan gaan we het veranderen. Dus wat je al heel gauw krijgt, is dat de inbreng van de bassist en de drummer even belangrijk wordt. En dat we het uiteindelijk gewoon het nummer samen maken. Maar het raamwerk, dat komt van mij. De Mellotones, die hebben nogal eens verschil door de loop der jaren. Je hebt er met geen enkele ruzie, want ze worden allemaal keurig op je website even in het zonnetje gezet. En dat gebeurt bij meerdere bands zo. Is er wel zo een verschil aan te merken in de Mike en de Mellotones in die 19 jaar? Qua spel en qua uitvoering op het podium, laat het zo maar even zeggen. Ja, absoluut. Toen wij begonnen hadden we Guido Willemsen op drums en Jules van Brakel op bas. Guido die verliet de band na 4 jaar. Toen kwam Rens daarvoor in de plaats. Nou, Rens is nog steeds mijn drummer. Dus die is nu al 17 jaar mijn drummer. En ik, ja, je zou hem bijna kunnen beschouwen als een nagenoeg originele Mellotone. En met Rens in de band hadden we een totaal andere drummer dan Guido. Dus in dat opzicht meteen al een groot verschil. De stijl werd daardoor ook steviger. Jules bleef, is uiteindelijk 10 jaar gebleven. In 2003 stapte hij op. Toen werd de band totaal anders. Want ik had besloten na 10 jaar dat ik het wel een beetje gehad had met de blues. Ik zat in een soort van metaalmoeheid. En ik kon een beetje elke noot voorspellen van tevoren. En ik kon ook niks anders bedenken. En ik was er een beetje klaar mee.
Dus ik heb toen mijn classic rock en southern rock invloeden opgezocht en twee jonge gasten uitgenodigd die ik kende uit het Nijmeegse wereldje. Dat is Ruben Klabbers op gitaar geweest en Mike Cede op bas. En we zijn gaan rocken. Nou, dan heb je natuurlijk totaal andere Mike en de Melatones. We noemden onszelf ook niet meer Mike en de Melatones, maar de Melatones. Maar ja, uiteindelijk waren we te blues om rock te zijn en te rock om blues te zijn. Dus we vielen overal tussen de gaten in. En als gevolg daarvan hebben we uiteindelijk toch in 2009 besloten om weer een blues trio te worden. En datgene te doen wat we het allerbeste kunnen. Toen nog met Mike Cede op bas. Maar Mike, na verloop van tijd haakte hij af. Hij kreeg een kind, hij kreeg een baan. Hij had er een andere band naast, Black Bottle Riot, waar hij gitaar in speelde in plaats van bas. Dat doet hij nu nog. Ook een succesvolle band uit Nijmegen, rock. En uiteindelijk hebben we Erwin van Gestel dus op de bas gevonden. En ja, daarmee klinkt de band inderdaad weer anders. Erwin is een hele veelzijdige bassist. En ik durf daardoor te zeggen dat we dus veelzijdiger dan ooit klinken. Je bent even bluesmoe geweest. Wat heeft jou dan weer opnieuw de blues laten vinden? Soms moet je van iets wegkomen om er weer bij terug te komen. Het lijkt wel op verkering af en toe. Ja, maar het is inderdaad een oude liefde waar je dan terugkeert. Kijk, wat in het bloed zit, moet er uiteindelijk ook uit. En het zit nou eenmaal in mijn bloed, het zit in mijn genen. Dus het was niet meer dan logisch, achteraf gezien natuurlijk. Want dat is mij ook maar overkomen. Maar als ik nu achteraf de rekening opmaak, dan is dat vrij duidelijk dat ik daar wel bij terug moest komen. Het is niet anders. Wat is jouw ambitie op dit moment? Je cd die maak je niet voor niks. Nee, mijn ambitie is om zo snel mogelijk Mike de Melatones opnieuw op de kaart te zetten. En die ambitie maken we gelukkig waar. Wat we nu meemaken, de cd is net uit. En we draaien meteen alweer mee aan de top. Dus we pakken precies de draad op waar we hem hadden achtergelaten in 2003. Toen we dus ook aan de top zaten. We staan weer op de topfestivals. We hebben recentelijk nog op een festival, een groot festival in Ierland gespeeld. En we hebben zijn hoofdact geweest in Giethoorn. Dus het is ongelooflijk. Maar de mensen zijn ons in ieder geval niet vergeten. Dat is één ding wat zeker is. Nee, maar weet je, uit het oog, uit het hart gaat heel snel ook en ook ineens een blueswereld. Maar je moet het dan op het podium weer terugverdienen. En vanavond heb je het in ieder geval wel gedaan. Wat wel opviel. Het is een bluesmoescafé, een relatief kleine opname, speciaal bedoeld voor video en radio. Maar ook al dat weinige publiek wat er was, daar ging je helemaal op in. Dat wil zeggen, niks eraan, ik ga er naartoe en voor de neus ga ik ze in het gezicht spelen wat ik kan. Dat maakt de show dynamisch, maar dat wil ook wel iets zeggen over jou. Dat wil zeggen dat jij het publiek nodig hebt en ook het publiek geeft wat ze willen. Dat is namelijk een stukje show en een stukje muziek. Ja, bij ons is muziek en show altijd hand in hand gegaan. En dat is ook die Amerikaanse benadering. En je zegt letterlijk, je staat als het ware recht voor hun gezicht. En er is ook een Amerikaanse uitdrukking, dat is in your face. En dat is ook precies wat wij zijn. Nou. Heb jij nog internationale ambitie? Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, dat hele Engeland en Ierland verhaal, dat heb ik opgepakt in 1999. Heb ik allemaal zelf geregeld. En we zijn toen eigenlijk jaarlijks teruggekomen op grote festivals daar. En ook daar waren ze ons dus niet vergeten. Want in 1999 stonden we voor het laatst op het Harvest Time Blues Festival in Monaghan in Ierland. En afgelopen weekend stonden we er weer, 13 jaar later. Dus dat is wat ik bedoel. En we kunnen de draad gewoon weer oppakken, ook internationaal. Wie heeft voor jou... wie is jouw eerste cd in de blues waarvan je zegt, die draai ik nu nog steeds? Jij zei het over CD, maar kijk, LP, nou. Het was LP, hè? De allereerste blues LP die mij compleet raakte, waarvan ik dacht van nou, dit is het helemaal en zo wil ik ook leren spelen, was de allereerste LP, nu dan heb ik hem op CD inderdaad, van de Fabulous Thunderbirds, de titelloze plaat en die vanaf dat eerste nummer, Wait on Time, dus dat heeft me heel erg geraakt en een tweede LP, die mij, waarvan ik stijl van achterover stond, was de allereerste van Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. En vooral het nummer Pride and Joy. Met die rollende gitaarpartij. Sowieso is ik nooit eerder gehoord. En dat kan ik eigenlijk nog steeds helemaal van uit mijn plaat gaan. Nou, dan zitten wij ongeveer in dezelfde richting. Heb je nooit eraan gedacht om een ander instrument er wel eens bij te nemen? Nou, je Fabulous Thunderbirds, zeg. Ja, orgel en mondharmonica zullen we het erom over hebben.
Ik zei toch dat ik maar twee talenten had. Eentje is Amerikaans Engels spreken en de andere is gitaar spelen. Het is grappig dat je het orgel noemt, want ik ben helemaal maf van die orgeltrio's uit de jaren 50. Wat ze soul jazz noemen. Jimmy Smith, Brother Jack McDuff. Booker T. Ja, Jimmy McGriff. Dus ik heb daar wel iets mee en ik los dat op door een Leslie te gebruiken voor mijn gitaar. Dus ik speel heel veel orgelpartijen op gitaar. Dus mijn hele benadering, en soms speel ik ook blaaspartijen op gitaar. Mijn hele benadering, ik denk eigenlijk helemaal niet in gitaar. Ik denk gewoon in allerlei instrumenten. En ik probeer dat op mijn gitaar weer te geven. Op zich wel interessant, want je hebt een hele kleine Fender bij. En daar hebben we het begin even over. Ik zei, dat is maar een kleintje, er komt goed geluid uit en het is allemaal nieuw. Is in die 19 jaar de techniek zo ver veranderd dat je zegt, van, het is er alleen maar beter op geworden? Want gitaristen per definitie zweren bij Gibsons uit 59. Ja. En als het nieuw is, is het per definitie niet goed. Het moet buizen, het moet warm worden. Ben jij zo'n gitaarfreak? Of ken ik niet, want je hebt die Fender bij die zo modern als maar kan zijn. Ja, weet je, ik vind dat je gewoon je oren moet gebruiken. En het is allemaal gereedschap. Kijk, wij hebben deze cd opgenomen en deze digitaal opgenomen. Dat is gewoon met digitale techniek. De digitale techniek is inmiddels zo ver gevorderd dat in ieder geval het programma waar Raoul van de Edge Tip Studio in Arnhem, waar wij hebben opgenomen, waar hij gebruik van maakt, dat heet Logic. Dat klinkt zo analoog als wat. En je hebt de ruis ook nog niet een keer, want ik ben niet nostalgisch over ruis hoor. Dus ik vind het wel prettig als het allemaal wat stiller klinkt. Dus uiteindelijk is het allemaal gereedschap. En wat puristen heel goed moeten beseffen, is dat de spullen die ze toen hadden ook gloedhagelnieuw waren. Dus ja, waar zijn we mee bezig? Ja, dat is hetzelfde. Een hele discussie met bluespuristen ging over, Montemonica speel, Little Walter. Little Walter wordt overal als voorbeeld gebruikt, maar het was wel een van de eerste die versterking gebruikte op zijn Montemonica. Dus in zijn tijd werd hij ook verguisd. Ja. En volgens mij zijn de mensen die wat nieuws doen en af en toe de grenzen een beetje opzoeken en oprekken, zijn degenen die ook bepalen waar het in de toekomst met de blues naartoe gaat. Verleden hebben we genoeg. De toekomst die ligt nog allemaal voor ons. Mike, ik moet me bedanken bij de opnames die je bij ons hebt willen doen met Bluesmoes Café. En ook je veel succes. We wensen met je de uitbrengen van je nieuwe cd. En laten we zo zeggen, Mike is back. Absoluut. We're back and we're here to stay.